Yes, leuk dat u weer kijkt, want vandaag gaan we het hebben over mooie dingen. Over osteopathie. En wat is nou eigenlijk de osteopathie? En waarom is de mobiliteit van je organen zo belangrijk? Mocht u nou denken, is dat wat voor mij, die osteopathie? Kunt u me gerust altijd mailen op info@jordijongman.nl. Desnoods plannen we even een vrijblijvende intake in. Om te kijken of ik wat voor u kan betekenen. Nou, wat is nou osteopathie? De osteopathie gaat eigenlijk uit van de mens in zijn geheel, de mens in zijn totaliteit. En daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan hoe denkt mijn patiënt, hoe eet mijn patiënt, hoe beweegt mijn patiënt, hoe functioneert deze patiënt in zijn omgeving. Eigenlijk alles, ja, wat daarbij komt kijken. En waarom is de mobiliteit van je organen dan zo belangrijk? De osteopathie kijkt bijvoorbeeld veel verder dan spieren, gewrichten en botten. En de hoofdzaak die de osteopathie eigenlijk behandelt zijn je organen. Waarom zijn je organen dan zo belangrijk? Nou, in de osteopathie gaan we eigenlijk uit van dat de organen, eigenlijk de vitale organen, daar kunnen we niet zonder leven. We kunnen niet zonder een lever, we kunnen niet zonder een darm, we kunnen niet zonder je hart. Dat gaat, ja, simpelweg gewoon je leven kosten. Als je pijn hebt in je been of je pijn in je rug, dan gaat het leven gewoon door. Het wordt wel vervelender, maar het leven gaat gewoon door. Zelfs als we dat been afhakken, dat wordt wel even een stukje lastiger, maar het leven gaat gewoon door. En ja, je lichaam doet er dan ook alles aan om die vitale organen te beschermen, als het ware. Als je hart ruimte nodig heeft om goed te kunnen kloppen, dan gaan we die ruimte geven. Dat uiteindelijk pijn in je schouder oplevert, dat maakt je lichaam niet zo uit, want je hart kan gelijk zijn dingetje doen en je leeft gewoon verder. Dus dat is mooi bijkomstigheid. Waar we het vandaag over gaan hebben is de mechanische relatie tussen je rug, voornamelijk tussen je wervelkolom en je organen. En daarvoor heb ik vandaag de dikke darm getekend. Die komt hier vanuit de dunne darm, dus dit is het beginstukje dikke darm. En die eindigt hier in het laatste stukje dikke darm. Ja, om dat te laten zien hoe dat dan mechanisch aan elkaar zit, wil ik eigenlijk in 3D even de ruggenwervels erachter tekenen. Want als u een beetje een idee heeft, dus eigenlijk de laatste wervel van de onderrug, L5, L4, even voor het idee, dit is dus de achterkant, hè. En het heiligbeen. Nou, we hadden net gezien, als die darm het bijvoorbeeld dus moeilijker heeft, dan gaat het lichaam daarop compenseren om die darm toch wat ruimte te geven, zodat die gewoon wel zijn peristaltische beweging kan maken. Dat is belangrijk, want ja, anders kan je voedsel niet goed verteren en met alle gevolgen van dien. Dus dat is belangrijk ook om te beseffen: alles is constant in beweging. Je spieren zijn constant in beweging, zo dus ook je organen zijn ook constant in beweging. En zodra ze dat niet kunnen, dus zodra ze mobiliteit verliezen, gaat dus ook de functie achteruit. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Mobiliteitsverlies gaat altijd uiteindelijk functieverlies opleveren. Dus wat willen we? We willen dat die darm, dat die lever, dat hart, dat goed kan bewegen en dat dat goed ja, zijn werk kan doen. Wat gebeurt er nou als dat niet het geval is? Gaan we hier op het laatste stukje bijvoorbeeld met een verkrampte darm zitten, dat gaat dat ook mechanisch gezien
zijn weerwerking hebben op de rug. Ik zal met blauw even demonstreren. Aan die rug, tussen die rug en die wervelkolom zitten eigenlijk allemaal banden vast. Dus die lopen allemaal. Net als bijvoorbeeld bij je enkel, of bij je knie, daar zitten ook allemaal banden om de boel wat te verstevigen, zeg maar. En dat zit dus allemaal aan elkaar vast. Als je een radslag maakt, dan blijft het ook allemaal mooi op zijn plek zitten en dat valt niet de andere, valt niet hier in één keer je keel uit. Dus dat zit allemaal opgehangen, al je organen zitten opgehangen aan je wervelkolom. Dus zelfs als het in de rug begint, wat niet vaak het geval is. Stel, ik geef mijn patiënt keihard een trap in zijn rug, waardoor er een wervel verschuift of verdraait. Dan nog komt er een spanningsverschil. Bijvoorbeeld aan deze kant worden de banden naar die darm toe worden op lengte getrokken. Waar ze juist aan deze kant dus gaan verkorten. Dus ik zou die rug weer recht zetten. Ik heb mijn eigen patiënt gecreëerd en die zet ik weer recht. Dan nog blijf ik hier met deze verkorte structuur zitten. En die kan er dus weer voor zorgen dat uiteindelijk die wervel weer geroteerd gaat komen. En dan hebben we dus een probleem wat bij de fysiotherapie eigenlijk niet kan worden opgelost. En dat zie je dus vaak dat mensen na een half jaar, na een jaar, weer een beetje diezelfde sluimerende klachten beginnen te voelen. En dat komt dus eigenlijk omdat die verkorte structuren aan de voorkant nog behouden zijn. Vaker zo is dat het eigenlijk bij de darm begint. Wat ik heb gezegd, het lichaam doet er alles aan om die vitale organen te beschermen als het ware. En daar liggen dus bijvoorbeeld ook heel veel emoties en natuurlijk je voeding heeft er een heel stuk mee te maken. Vaak ligt de oorzaak dus bij je orgaan. Nou, werkt in principe via dezelfde weg. Hier komt een verkramping, hier komt een verlies van mobiliteit. En aan deze kant komt dus, laten we deze kant nemen. Aan deze kant komt dus ook een verkorte structuur naar de rug. Dus doordat deze beginstukje dikke darm eigenlijk verkrampt en verkort, gaan deze structuren naar je rug toe ook verkorten, samentrekken. Waardoor er dus een draaiing, een rotatie op je L5 komt te staan. Nou, als dat hier bijvoorbeeld aan de rechterkant is, wat ik nu heb getekend, als hier een verkorte structuur is, dan trekt die wervel ook daar naartoe. Dus dan trekt die via banden, trekt die eigenlijk je rug naar links toe. Dus overdreven gezien ga ik dan met mijn hele lichaam naar links toe staan. Vorige keer hadden we al kort de stijgende keten gezien en eigenlijk werkt die, ja, voor een dalende keten ook precies zo. Gaan we toch even proberen te tekenen. Je L5, je laatste wervel van je onderrug, maakt dus een linkse rotatie. Daardoor krijgen we op je heilige been ook weer een stansverandering. En wel zo dat die, laten we een flexie nemen. Komt die in een rechts-links te staan. En dat kan dus al teweeg brengen dat, dat je pijn in je onderrug gaat veroorzaken. Maar we gaan ook kijken naar hoe dat uiteindelijk knieklachten kan veroorzaken. Aan de andere kant, dit is het bekken. Zo. Aan de andere kant zit het dus ook aan je bekken vast. Dus ook hier gaan
allemaal bandstructuren. En ook je darm heeft bijvoorbeeld een connectie met een spier hier aan de voorkant, je iliacus, die doet eigenlijk deze beweging. En door deze relatie en door deze banden, als die gaan verkorten en samentrekken, wat we dan eigenlijk gaan krijgen is een vooroverkanteling van je bek. Dus hij draait voorover. Je rechterbek draait voorover. Wat er uiteindelijk bij je heup gaat gebeuren als je bekken voorover draait, is als je voorover blijft draaien, dan ga je uiteindelijk voorover. Dus wat doet je heup? Die zegt eigenlijk, nou, ik draai hem alvast naar buiten en dan hou ik hem tegen als het ware. Dus je bekken draait voorover en je heup die draait naar buiten. Dus deze draait naar. Draai naar buiten toe. Waarop je onderbeen uiteindelijk zegt, je tibia, die zegt, hey, als ik naar buiten blijf draaien, dan ga ik uiteindelijk weer die kant op vallen. Dus die zet zich ook weer een soort schrap, die compenseert dan weer de andere kant op. Tibia. Die draait juist dan weer naar binnen toe. En wat je dan uiteindelijk gaat krijgen, je gaat last van je knie krijgen. Omdat je telkens in het lopen eigenlijk deze frictie krijgt. Je zet een stap, je zet een stap. En elke keer bij die draaiing, dat gaat uiteindelijk irriteren en dat... Uiteindelijk ga je daar dus knieklachten van krijgen. Belangrijke vraag, waarom krijg je dan last van je knie en niet van je rug? Omdat bijvoorbeeld jouw knie is je zwakke plek. Je hebt met voetballen, je hebt met basketballen, je hebt er een keer een tik op gehad. Je bent er een keer doorheen gezakt. Je hebt, nou, noem het maar, daardoor is het een zwakkere plek geworden. En door die draaiing en die irritatie ga je dus uiteindelijk daar klachten ontwikkelen. Nog een belangrijke vraag, waarom voel ik dat dan niet? Waarom voel ik dat niet in mijn darm? Omdat je darm veel minder gevoelsuiteindes heeft. Je knie is veel beter bezenuwd, dus daar voel je veel meer dan in je darm. Dat gaat allemaal onbewust en gelukkig maar. Daar moet je allemaal niet bewust van weten. Maar zo kan dat dus uiteindelijk knieklachten ontstaan, omdat je hier spanning vasthoudt op het beginstukje van je dikke darm. Dat is dus aan de rechterzijde zo. Aan de linkerzijde zou dat het laatste stukje van je dikke darm kunnen zijn. Daar wil ik het even laten voor vandaag.